De Federatie voor Afrikaans Rannemang herdenkt vandaag de 277ste sterfdag van de heldhaftige tot slaaf gemaakte Maseri. Ze werd op 23 oktober 1743 op gruwelijke wijze om het leven gebracht door plantage-eigenaar Benjamin Pusher. De tot slaaf gemaakte Maseri was op plantage Sinabo in Komowene, moeder van 10 kinderen. Ze werd om het leven gebracht toen ze weigerde een leugenachtige verklaring van de plantage-eigenaar over de mysterieuze dood van een aantal slaven te bevestigen. De districtscommissaris van Komowene, Rajab Mohamed Safik, meent dat deze eerlijkheid haar niet in dank werd afgenomen. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Rannemang, zegt dat onze voorouders op wrede wijze om het leven werden gebracht. Soms zodat de moordenaars een vergoeding konden krijgen. Zo wijst hij erop dat twee andere tot slaaf gemaakte vrouwen werden onthoofd. Dit nadat zij geen informatie wilden geven over anderen die waren weggelopen. Vanwege haar opgerechtigheid werd zij in het openbaar gemarteld, doodgeschoten en onthoofd. Wegens het groot onrecht dat Maseri was aangedaan, bracht haar zoon zondag haar hoofd naar de autoriteiten in Paramaribo als bewijs dat zijn moeder door marteling en executie om het leven was gekomen. Als gevolg van zijn handeling kwam de forensische onderzoek aan het licht dat ook andere slaven op plantage Sinabo door mishandeling waren gestorven en zodoende kwam er een einde aan de martelingen op de plantage. Maar toen we deze flora lanceren, las de Libi dat we sari vast toe. De korte flora, mishandelde flora, de korte idee dat serie ben gaan zien, voor ik kan verteren per een trasra voor de. En serie nog verteren ook toe. De korte serie tongo, en serie las sommen die broer dat die serie kon las Libi. En de koden toe, ieder voor een toe, omdat is voor Tjadje, Granlanti, voor 21%. De ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Dinesh Parag, meent dat onze voorouders veel moesten incasseren. Daarnaast zegt vice-president Ronnie Brunswijk dat vrouwen altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in ons voortbestaan. Daarom pleit hij voor een betere rol voor de vrouw. Ze hebben heel veel moeten incasseren om tot de dag van vandaag te kunnen genieten van een stukje vrijheid. En dat moeten we respecteren. Het is daarom goed om zulke gebeurtenissen, zulke dagen, maar ook zulke helden te herdenken. Dat de vrouw in een maatschappij dat we moeten waarderen morgen. We moeten waarderen vrouwen voor alles wat je hebt voor ouders dat het idee hoe we kan doen, ja, zoals ik nakomen liggen van de slaven. We moeten met krap naar de vrouw. Ze hebben een grote bijdrage geleverd en daarom de kies morgen eer. We moeten lukken in een maatschappij van de maatschappij van genderbeleid doen. Maar moro gender moest komen dat de vrouw ik kies aan waarderen zal moest kiezen. Vice-president Ronnie Brunswijk vandaag de plantage Sinabo bij de herdenking van de 277ste sterfdag van Maseri.